Hallo, ik ben Stijn. Ik ga jullie vandaag een heel leuk trucje leren. Het trucje heet Rock the Baby. Het ziet zo uit. Dit is een fototrucje, dus je kan hem leren terwijl de yo-yo niet draait. Wat je doet, je pakt met je niet-yo-yo hand het touw ongeveer op de helft vast. Pak je tussen duim en wijsvinger, 10 centimeter boven de yo-yo, pak je hem vast met je yo-yo hand. Dan draai je niet door je hand naar beneden. Stop je duim erin. Draai je hand om. Dan zit je in een driehoekformatie met twee touwtjes over je duim. Daartussen kan je yo-yo heen en weer zwaaien. Als je dit een paar keer oefent, dan kan je hem nu gaan proberen terwijl de yo-yo draait. Met een sleeper. Je hebt hiervoor wel een goede sleeper nodig, want het kan even duren voordat je hebt uitgevogeld hoe het trucje werkt. Daarom is het ook makkelijk om eerst een paar keer te doen, zonder dat de yo-yo draait. Nu draait de yo-yo. Je pakt hem vast met je niet-yo-yo hand, 10 centimeter boven met je yo-yo hand. Schomt hem heen en weer. En dan het terughalen van de yo-yo. Het kan op twee verschillende manieren. Je kan alles achterwaarts doen. Dus je kan duim eruit, naar boven, yo-yo hand loslaten en omhoog halen. Je kan ook, dat heb je mij al zien doen, alles laten vallen en dan komt de yo-yo ook omhoog. Dit is iets onvoorspelbaarder, maar je weet nooit goed wanneer de yo-yo omhoog gaat komen. Dit was Rock the Baby. Ik hoop dat jullie wat geleerd hebben en door naar het volgende trucje.